Amsterdam. Te gast is Willemijn Snijder. Je bent van de Swipe Guide. Wat doen jullie? In het kort, Swipe Guide is de nieuwe standaard voor instructiesoftware. Slimme, visuele instructies die je gebruikt op smartphones, tablets of in fabrieksprocessen op slimme brillen. Dat is wel heel kort. Nou, en dus wil je de lange versie? Die heb ik. Dat hoopte ik. Doe die eerste lange versie gewoon eventjes. Het is goed om de korte te hebben. Maar, nou. Dat hoopte ik al dat je zou vragen natuurlijk. Dus wij bouwen een software-applicatie waarmee we het voor bedrijven zo eenvoudig mogelijk maken om zelf slimme visuele stap-voor-stap instructies te kunnen maken, publiceren, te delen op smartphones, tablets of brillen. Dus het eind van de papieren handleidingen waar niet is meer in te zicht. Komen is. Ja, of werkprocessen in de fabrieken bijvoorbeeld. Ja, en wat onze... Ook zitten hier. Ja, praat rustig door. En wat onze software doet is, onze software verzamelt data over het gebruik en de effectiviteit van instructies. En die geeft die terug in de vorm van verbetertips aan de maker van de instructie. En daar zit eigenlijk de echte waarde van het platform. Want enerzijds stel je mensen, oftewel klanten of medewerkers in staat, dingen foutloos uit te voeren. En anderzijds geef je eigenlijk het bedrijf een tool in handen om klantvragen te voorkomen of productieprocessen te optimaliseren. Ja, dat triggert mij gelijk. Want hoe je zegt wij genereren die feedback. Hoe doe je dat dan? Nou, daar staan we helemaal mee aan het begin. Dus als je wil leren welke... Dus het is soorten... niet heel raar dat ik me gelijk afvraag, hoe doe je dat dan? Precies, nou, wij hebben daar, wij zijn er een tijdje mee bezig. We staan nog met dat stuk helemaal aan het begin, dat zal ik ook gelijk zeggen. Dat is onze ultieme droom. Hè. Onze ultieme droom is dat je inlogt in je dashboard en dat je drie tipjes ziet twinkelen die je aangeeft, hey, deze instructie, 60% van de mensen haakt af bij stap 6. En dit is de feedback die ze daarop geven. Het lijkt erop dat je deze foto's moet gaan aanpassen. Dat is onze ultieme droom. Daar werken 24 mensen in Amsterdam heel erg hard aan, dag en nacht. Maar we staan aan het begin. Dus wat we op dit moment doen, is we kijken heel goed naar de principes van instructiemethodologie. Dat doet mijn compagnon Daan vooral. En kijkt heel erg naar, hey, welke van deze principes kunnen we eigenlijk nu al vervangen door software features. En dat is eigenlijk het vertalen van iets wat al bewezen is vanuit de Universiteit van Twente naar principes van de software. En het tweede is met heel veel klanten heel veel data gaan ophalen en daaruit analyseren wat werkt wel, wat werkt niet. Ja. En wat kunnen we dan vertalen naar Laten we even bij het begin beginnen, want je wilt van de handleiding naar de video. Je gaat niet voor elke klant een eigen video maken, dat kunnen ze zelf ook niet, dus dat ga je in een framework doen. Precies. Dus, dat is best ingewikkeld. Stap 1 is, we gaan er geen video's van maken, dus een van de dingen die mijn compagnon altijd zegt, een video is een heel groot locked-in effect. Een video bepaalt jouw tempo van leren en iedereen heeft zijn eigen tempo van leren. Mensen zijn primair visueel aangelegd, maar misschien wil je daar audio ter ondersteuning bij, tekst bij ondersteuning bij. Dus wij hebben inderdaad een editor CMS gebouwd waarmee je zelf met een heel eenvoudig drag-and-drop systeem visuele stap-voor-stap instructies kan maken. Je kunt gebruik maken van foto's, tekeningen of kleine animaties. Microvideo's zou je nog kunnen gebruiken, maar het platform stimuleert je eigenlijk kort en krachtige stap-voor-stap instructies te maken. En heel erg te kijken naar wat zijn nou de taken die mensen moeten doen. Maar maak het eens heel concreet, want dan moet je iets opnemen, je moet een tekst gaan opnemen. Zit dat allemaal in een soort platform? Ja, daar faciliteren we in. Dus als je bij ons in het platform inlogt, dus maak je een account aan, je logt in, je zegt wat je wil gaan doen. En dan is eigenlijk ons CMS is zo ontworpen dat je die jou stap voor stap daardoor heen haalt. En het laat je nadenken over welke taken mensen willen uitvoeren. Dus moet je een vervanging doen van een verpakkingsrol aan de machine? Of moet jij, laat ik het zo zeggen, een IKEA-kast in elkaar zetten? Laat je nadenken over de taak die mensen moeten uitvoeren met je product. En vervolgens stimuleert het je om kort en bondige instructies te maken. Je begon te zeggen van wij zijn de grootste, de beste... De nieuwe standaard in instructiesoftware, natuurlijk. De nieuwe standaard, ja, dat is mooi. Maar er zijn meer partijen die bezig zijn op dit terrein. Klopt. Met name bij die, hoe kun je je publiek helpen, je site te begrijpen, de stappen die ze moeten, et cetera. Dus dat jullie de nieuwe standaard worden, geloof ik. Maar pas nadat jij mij hebt uitgelegd waarom jullie beter zijn dan die rest. Want er zijn veel partijen hiermee bezig. Hè? Tuurlijk, het is een markt die enorm in beweging is. Ik bedoel, de wereld van instructies is echt voltooid verleden tijd. Mijn vader was technisch tekenaar, die had programma's waarvan ik dacht, ik kan het scherm niet eens begrijpen. 2 jaar geleden schuif ik aan tafel bij iemand en zeg, leg nou eens uit waarmee je werkt. En die zit ook in een soort Windows 3.11 systeem te kijken, typt daar iets in, maar weet niet hoe het eruit komt te zien. Ja. Dus dat die markt open gaat met alle ontwikkelingen die er zijn,
is heel logisch. Wat ons denk ik wegzet ten opzichte van alle anderen is het feit dat wij ons richten op degene die de instructie moet maken. Want als je ervoor zorgt dat iedereen een goede instructie kan maken, oftewel dat je de kennis die nodig is van wat is nou een effectieve instructie en wat niet, dat je die kennis vertaalt naar de software, dan heb je geen instructieontwerpers of technische schrijvers meer nodig, maar kunnen veel meer mensen goede instructies maken. En dat maakt instructies uiteindelijk succesvoller. En ligt daar nog eens een tipje van de sluier op? Want dat klinkt voor mij allemaal ongelooflijk abstract. Okay. Wat is dan de meest gemaakte fout in een instructie? En hoe lossen jullie dat dan op? Nou, wat je ziet is instructies. Neem even de gemiddelde gebruiksaanwijzing. Die is geschreven vanuit het product. Dus het beschrijft in eerste instantie alles wat het product omhelst. Dan begint het vaak met hele grote lijsten met waarschuwingen. Maar als jij een nieuw koffiezetapparaat koopt, dan is jouw doel het eerste lekkere zwart een kopje koffie eruit krijgen. En niet alle technische beschrijving krijgen. Dus het is heel erg van binnen naar buiten gericht, productgericht. Mm-hmm. En wij zeggen, maak het nou eens gebruikersgericht. Dat was een van de meest gebruikte fouten. Ja, wat je ook zag, klinkt als een ontzettende open deur. Klopt. Het is een hele mooie open deur die we graag gebruiken. Het tweede is eigenlijk. Want ik zie dat overal tegenwoordig bij alle apparaten zit quick start. Ja. En dan krijg je bij je koffiezetapparaat, nou heb je geen zin om het allemaal te lezen. Stop even een filter in de filter, doe de twee schipjes koffie en tot streepje 2, zet hem aan en heb je na 10 minuten precies koffie. Maar wat je ook ziet is dat die bedrijven nog steeds de gewone gebruiksaanwijzing maken. Ja. Vervolgens komen ze er bij de productmanagement of de marketingafdeling achter dat die instructies niet werken. Maar die kunnen niet aangepast worden, dus dan moet er een quickstart bij. Ja. Maar de marketing wil graag een goede SEO-optimalisatie hebben, dus die gaan video's maken. Waar ze achterkomen dat video uiteindelijk de vraag niet oplost. Dat klanten nog steeds productvragen hebben naar de klantenservicebalie gaan. Nou, als je nou al die contentcreatie elimineert en je gaat een systeem neerzetten wat ervoor zorgt dat dat iedereen in een bedrijf met die instructie continu aan de slag kan. Oftewel, de technische productontwerper die zet die initiële instructies bij. Vervolgens gaat de marketeer de instructies maken die op basis van de meest gestelde vragen vanuit klanten. En de customer service, de klantenservice afdeling, die zegt, hey, er lijken nu al 100 vragen binnen te komen over waar dat knopje zit. Wacht even, ik voeg er nog eentje toe. En de plek van de gebruiksaanwijzing blijft overal hetzelfde. Het zit in je app of je scant de code van het apparaat. Het wordt eigenlijk een levend document. Ja, en dat is eigenlijk de allergrootste verandering. Hè? Dat is de allergrootste verandering. Dus je elimineert heel veel overbodige processen. En dit is heel erg gericht op consumentenproducten. We hebben in het afgelopen jaar ontdekt dat het probleem nog wel veel groter is bij fabrieken. Dus je moet je voorstellen dat als het flesje bier wat hier op tafel staat, dat moet gebrouwen worden, die fles die moet schoongemaakt, gevuld worden. Nou, de werkprocessen daar zijn eigenlijk nog wel veel slechter. Dus medewerkers die opgeleid zijn in deze tijd, die allemaal op hun smartphone zitten, komen binnen, moeten hun smartphone in de locker leggen, lopen de werkvloer op en gaan naar een whiteboard toe waar ze een papiertje van aftrekken hoe ze iets moeten doen wat redelijk nieuw en complex is, want je doet het niet zo vaak. Hè. Iets wat niet zo vaak voorkomt, heb je instructie voor nodig. Die moeten dat A4'tje pakken, daar staat het op in tekst, het is niet visueel. Het laat heel veel ruimte tot interpretatie en moeten het aan de hand van dat papiertje doen. En we zien dat daar eigenlijk onze software nog veel beter aansluit. Omdat had je van tevoren niet bedacht, denk ik. Nee, maar dat is denk ik het mooie van zo'n reis waar we op zijn met ons bedrijf. Dus we beginnen eigenlijk op een hypothese. Daar zijn we mee gaan ontwikkelen. We hebben klanten gevonden wat ons eigenlijk het inzicht gaf van ja, maar alles wat een goede instructie goed maakt, dat moeten we in het systeem stoppen, in de software. Mm-hmm. En dat zorgt er nou juist voor dat een engineer of een monteur zelf ook zegt, oh ja, dat is een softwareprogramma, daar kan ik ook mee werken. Hey, maar in het voorbeeld wat je noemt, ik geloof je helemaal, ik zie de toegevoegde waarde. Hoeveel moeite kost het jullie om je klanten te overtuigen dat het belangrijk is wat je doet? In hoeverre ervaren zij het probleem op dezelfde manier als dat jij het ziet? Ja, dat vind ik een fijne vraag. Ik denk het eerste wat Daan en ik deden toen we elkaar leerden kennen in 2015. En zeiden van, nou, volgens mij is de allereerste hypothese, is het überhaupt een probleem? Ja. Dus toen zijn wij op zoek gegaan in ons netwerk. En hebben denk ik met een stuk of 50 bedrijven gesproken. En ze kwamen er eigenlijk achter dat 20% van alle vragen op de klantenservice afdelingen gaan over instructies. Bij het eerste in gebruik, heel veel producten hebben tegenwoordig software in zich. Die krijgen updates, dan verandert hoe je het product moet gebruiken. Nou, heel veel vragen. Dus dat is eigenlijk het eerste wat we gedaan hebben. Daarin zagen we een voldoende markt om te zeggen, nou dat
daar gaan we op ontwikkelen. Mm-hmm. Ik denk dat wat de reis die wij maken met het bedrijf is eentje waarbij we die hypothese continu met... We ontwikkelen eigenlijk samen met klanten. Dat is in het kort het verhaal. Ja. We hebben een aanname. We zoeken daar eigenlijk een aantal klanten bij die zeggen, nou, speelt dat bij jullie ook? Of ze zien dat dat bij een voldoende grote groep klanten speelt, en dan gaan we zoiets ook ontwikkelen. Ja, en dan als het goed is, aan het eind van de rit heb je dan data waarmee je anderen weer kan overtuigen. Hè? We hadden deze klant en, ja, nu... En nu hebben we die klant. Ja, ja. En daardoor hebben ze minder kosten of gaan dingen sneller, et cetera. Wat zijn de ervaringen die jij daaruit kan delen waarvan je zegt van, nou, we zijn op de goede weg? Ik denk dat wij, er zijn twee klanten die eigenlijk vanaf dag één daarin hebben meegedacht. En de toon van QB is daar bijvoorbeeld één van. Ja. Eigenlijk zijn ze met ons project aangegaan toen ik op een podium stond en niets meer had dan de eerste prototype die we bij Ziggo gedaan hadden, die tot 25% verbetering van de klantenervaring leidde. En die zeiden, nou, dit gaan we doen. Nou, die zijn eigenlijk vanaf dag één met ons bezig. Mm. Een hele positief, maar ook gelukkig heel kritische klant. Die ons helpt erin de juiste data te ontwikkelen. Waardoor ze overal in alle landen dezelfde instructies voor de toon hebben. Die ook echt aan kunnen geven. Ja, wij willen ook af van het papieren boekje. We gaan daar eigenlijk helemaal van weg. Ja. En wij zien ook gewoon dat dit soort instructies op de juiste manier antwoord geeft op de vragen die mensen hebben. Ja. En dat we daarmee eigenlijk ook kunnen voorkomen dat mensen... Nou ja, dus jij bent eigenlijk gewoon dagelijks geïrriteerd als je weer een probleem met een ding hebt en je een handleiding moet. We hebben echt, nou, niet alleen ik, inmiddels iedereen die bij ons werkt. We hebben ook plannen opgevat om gewoon producten waarvan wij zeggen, nou, dit kan anders, die gaan we ook gewoon doen. Dus we hebben toen de zomer aanbrak een barbecue handleiding herschreven. We hebben een IKEA handleiding herschreven. Dat zijn natuurlijk de fun projecten. Dat lijkt me wel lol, trouwens. Ja, nee, dat is waar we mee zijn begonnen. Inmiddels zien we dat we veel in fabrieksprocessen zijn. Daar bleef ik me wel van afvragen, want je zei het net ook al. Weet je, heel vaak als we hier aan tafel over start-ups hebben en begeleiding daarvan, zeggen ze focus, focus, focus. Ja. Die handleiding is voor mij duidelijk. Ja. Dat je dan zegt, nou ja, dan en passant gaan we ook even de instructies van fabrieksprocessen doen. Ja. Nou, een andere markt. Het was, doet me even denken aan, ik denk dat ik net een vraag niet helemaal beantwoord heb. En dat is namelijk, die haakt hierop aan, dus hoe makkelijk is het nou om klanten te overtuigen? En toen hebben we gezien dat de focus op de vervanging van de gebruiksaanwijzing in eerste instantie heel goed aan leek te slaan. En vooral de manier waarop we de software hebben ontwikkeld. Maar dat we vervolgens zien dat de eisen die die grote bedrijven in die wereld aan ons stellen, dat we daar eigenlijk veel meer concurrentie hebben van een hele mooie appontwikkelaars. Die dat niet een schaalbaar technologie hebben, maar wel hele mooie designstukken neerzetten. Dus dat in principe de ontwikkeling van onze klanten daarin achterbleef. En tegelijkertijd kwamen we er eigenlijk achter door gewoon aanvragen bij ons dat dezelfde software in fabrieksprocessen nog veel meer waarde toevoegde. Dus dat eigenlijk het verminderen van downtime en het verlies van productie een groter probleem bleek te zijn. Ja, maar is dat echt een serieuze pivot die jullie maken naar een hele andere markt? Dat je zegt, nou... Het zou kunnen. Kijk, ik las ook ergens dat jullie best wel concurrentie al hebben in Amerika met bedrijven daar zitten die ze op hetzelfde richten. Klopt. Is dat echt een reden dat jullie zeggen, nou, we gaan het echt ergens anders zoeken? Nee, wat we mooi vinden, kijk, die hele markt is in beweging, maar hij is zo groot dat ik denk dat de opkomst van meer concurrentie juist alleen maar bijdraagt in dat de technologie aan zich beter geadopteerd wordt. Ja. De reden waarom we zijn inderdaad een shift aan het maken. Kijk, als je als start-up als eerste je beta gelanceerd hebt, wat wij vorig jaar deden, dan moet je eigenlijk nog ontdekken, wat is nou precies je fit? Wat is nou precies die niche waarin je heel goed je product het allerbeste opereert? En we hebben onszelf de tijd en de ruimte gegund het afgelopen jaar om in alle marktsegmenten eigenlijk te snuffelen. En waar we nu mee bezig zijn is om wat we daar geleerd hebben te converteren naar een keuze. En ik denk dat is waar we staan. En uiteindelijk moet je precies een focus gaan aanbrengen om ervoor te zorgen dat daar waar je het beste in... Als ik jou zo hoor, dan is het ook wel duidelijk welke kant het op gaat. Ja, dat denk ik wel. Het heeft ook te maken met de passie die er bij ons in het team loskomt. Als we bezig zijn met de productieprocessen of met... we hebben laatst zijn we gestart met een product. Ik begreep hem niet. Ik moest mijn broer bellen. Die is maintenance engineer. Ik zei, wat is ook alweer een drive? En hij zegt, nou, dat zorgt ervoor dat elektriciteit die van bijvoorbeeld een windmolen op het net gezet moet worden, dat die frequenties bij elkaar worden gebracht.
oké, nou dan snap ik hem. Dan snap ik ook wat ik ga doen. Ja. Dus, en ik merk dat als we met dat soort producten of processen bezig zijn, dat bij ons in het team, dat er veel meer energie loskomt. En ik denk dat dat gewoon ook heel erg moet meetellen in je focus en in je keuze. Ja, is dat ook onder druk van investeerders? Want ik las ook ergens dat jullie nog geen winst gemaakt hebben. Dat zou dit jaar wel een keer moeten gebeuren, geloof ik, of volgend jaar. Nee, dat hoeft dit jaar nog niet. Je hebt begin dit jaar een miljoen opgehaald. Ja. Een nieuwe investeerder bij Nuion. Bij Nuion, ja. Die willen natuurlijk op een gegeven moment ook dat je zicht hebt op break-even, op rendement. Het zicht erop. Word je ook gedwongen om dit soort keuzes te maken? Nee, dat is juist het mooie eraan. Dus gedwongen, nee. Is het belangrijk dat we heel goed grip hebben op wanneer we die keuzes moeten maken. En dat het belangrijk is dat je een ultrascherpe focus hebt, ja. Nee, ze hebben ons juist gestimuleerd van, hey, dit is, als je nog geen product market fit hebt, zoals dat heet, dan moet je ervoor zorgen dat je op een gestructureerde manier die ervaring op gaat doen, dat je ervan leert en dat je een moment neemt om te zeggen, oké, nou gaan we kijken, wat zijn onze bevindingen en welke focus moeten we aanbrengen? En daar duwen ze niet op, ze helpen er wel bij. Ja. En dat is denk ik ook juist waarom wij met Nuion zijn gaan samenwerken. Dat je een investeerder hebt die niet alleen geld binnenbrengt, maar die ook ervaring van andere investeringen met zich mee kan brengen. Is die? Als je... Gaf het antwoord op de vraag, of niet? Tuurlijk geef het antwoord op de vraag. Maar ik ben altijd wel heel erg nieuwsgierig van... Kijk, je begint altijd zo'n bedrijf met de manual, de gebruiksaanwijzing. Ja. Daar zit je passie. Ja. Daar denk je, dat dit probleem gaan we oplossen. Je ontwikkelt technologie. Ja. Dat doe je eerst met heel weinig geld en met enthousiastelingen. Ja. Dan denk je, dit werkt. En het werkt ook. En dan komt er een investeerder binnen. En dan op een gegeven moment moet je natuurlijk toch ook wel... heel erg gaan nadenken over hoe gaan we dit nu op die schaal weer terugverdienen. Ja, en die moet terwijl je ook misschien komen. Als je nog 4 jaar zou doorpuzzelen gewoon in de gebruiksaanwijzingen sector, zou het er misschien ook wel zijn. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om, inderdaad, ook de tijd die je ervoor hebt. In welk stukje van die markt kun je het beste en het snelste schalen? Dus één gaat over, het lijkt erop alsof er een fit met één van die segmenten voor ons heel goed is. Ja, dat ben je ook gek als je die niet doet. Ook nog als je het heel leuk vindt. Dus het enthousiasme is er, de expertise is ervoor. Je ziet dat we daar voor klanten veel meer waarde toevoegen. Maar vooral ook dat het salesproces makkelijker is. En dan zeg ik niet dat we nooit meer... Ik zou het geweldig vinden als we al die waardeloze papieren boekjes... Ja, waar hele bossen aan verspreid gaan. Ik word daar heel enthousiast van. Ja, alleen ik denk dat die bedrijven die daarover gaan, dat ze er nog niet aan toe zijn. Dat het wel komt, maar dat ze een later stage adopter zijn. En dat in de industrie is de pijn zo groot en is men al zo bewust van die verandering die nodig is. Plus de veiligheid, verbeteringen die het oplevert. Dat de bereidheid om nieuwe technologie daar te implementeren veel groter is. Als je dan het hebt over waar kijkt ook een investeerder naar, los van waar wij naar kijken, is het natuurlijk ook belangrijk dat je wel zegt tegen elkaar van oké, we hebben wel een moment op de horizon waarop we die zwarte cijfers gaan draaien. En een focus, gewoon een pivot wellicht, kan daar een goed antwoord op geven. Die snap ik heel goed. Wat ik ook fascinerend vind is dat eigenlijk dat hele instructiegedeelte, dat hebben we de afgelopen jaren heel veel gezien in augmented reality, in virtual reality. Dat waren de grote beloftes van iedereen een Google Glass opzetten of wat voor ander device dan ook. Ja, jij begon ook met brillen. En dan kreeg je het instructiefilmpje hoe je die vliegtuigmotor kon repareren. Ja. Eigenlijk, weet je, nemen jullie het weer 3 of 4 stappen terug. Ja. Met gewoon een... Gewoon, ik geloof het. Het is intelligente technologie. Maar een iPhone-app... of iets op je telefoon, waar je stap voor stap gewoon instructies kan maken. Ja. Hoe kijk jij tegen die grote ontwikkelingen? Wij kijken er zo tegenaan is dat augmented reality heeft voor hele specifieke problemen zeker een hoog toegevoegde waarde. En wij zien dat inderdaad in de vliegtuigindustrie. Dus er is een andere start-up, Upskill, en die specialiseert zich alleen maar in augmented instructions voor de vliegtuigindustrie, waarbij het van levensbelang is dan een kabelboom met 86 pinnetjes, dat pinnetje 88A op 88B wordt aangesloten. En dat die oplichten, dat je precies weet wat je moet pakken. Ja. Want
ja, de consequentie van de verkeerd aangesloten kabelboom is nogal groot. Ja. Dat zijn instructies die maak je. En de investering van de hele augmented reality omgeving die je ervoor moet maken, die weegt ook af tegen het feit dat die instructie niet zo vaak verandert. Als je kijkt naar het in elkaar zetten van een IKEA-kast of het vervangen van een verpakkingsrol in de machine. Ja. Als je instructies vaak veranderen, dan moet de kosten van het produceren van de instructie in verhouding staan tot wat je nodig hebt. Ja, precies. En dat is de kracht van jullie platform. En dat is de kracht van ons platform. Ja. Dus wij werken wel met wearable technologie. Daar hebben we een prototype voor ontwikkeld. Ja, wat voor wearables zijn dat? Wij kijken gewoon naar, zoals Joost, onze CTO, zegt van ja, ik wil best een standaard ontwikkelen, maar de hardware weet zelf nog niet waar die heen gaat. Mm-hmm. Dus laten we nou 2 of 3 experimenteren die onze klanten het meest gebruiken. Want wat we wel zien is dat het in de fabrieken gewoon hands-free moet. Dat je hebt een veiligheidshelm op en je wil graag wel iets kunnen zien. Maar je mag zeker niet je telefoon bij je hebben als je aan een machine staat. Dus je hebt een hands-free oplossing nodig waarmee je gewoon de codes kent en je iets op je beeldscherm geprojecteerd krijgt. Ja. Dat zien we wel. Dus maar dat zitten we toch wel naar glasses te kijken? Dan zitten we inderdaad wel naar een integratie met de meeste gangbare brillen te kijken. Maar we hebben klanten gehad die hebben geëxperimenteerd met een HoloLens om met hele dure brillen, om erachter te komen dat als je voorover buigt de bril van 1000 euro van je hoofd valt. Nou, doe dat keer 1000 medewerkers en dan heb je weer een ander probleem. Ja. Dus het is elke keer de afweging van het probleem wat je oplost versus de kosten. En wij proberen daar eigenlijk de sweet spot dan in te vinden. Ja. Wij gaan eigenlijk over instructies die ook vaak moeten veranderen in een fysieke omgeving. Als je bijvoorbeeld kijkt naar software instructies, die wil je graag ervaren in de interface waar je bent. Daar zullen wij dus ook niet direct een rol nemen. Mm-hmm. Dus een walk-me is bijvoorbeeld uitermate geschikt om jou binnen je eigen software uitleg te geven en je er doorheen te trekken. Ja. Wij gaan veel meer over de visuele processen. Ja. Fysieke omgeving eigenlijk. Dat miljoen is natuurlijk zo weer op. Met 20 miljoen. Correct. geld is altijd eerder op. Hoe meer geld je hebt, hoe sneller het omgaat, toch? Het gaat altijd best wel hard. Zeker als je met 20 man heel enthousiast mooie dingen zit te maken. Yeah. Hoe gaan jullie nu verder? Wij hebben naast funding die we opgehaald hebben, hebben we natuurlijk ook gewoon klanten. Ja. Betalende klanten. Dus wij, als het goed is, kunnen we hier nog ruim een jaar mee verder. Okay. En het doel is eigenlijk om ervoor te zorgen dat we onze verkoopstrategie zo goed optimaliseren dat we dat kunnen verlengen. Maar ja, logischerwijze ga je nog een tweede ronde investering ophalen. Ja, maar de horizon daarvoor is nog een jaar. De horizon daarvoor is nog een jaar, ja. Dus daar zijn we ons bewust van. En we zijn ook aan het kijken van, welke gesprekken moet je opstarten? Wat wil je dan? Wat is het doel daarmee? Wil je heel hard gaan groeien? Heb je dat nodig? Wat een mooie uitdaging, denk ik. We hadden het net ook al heel even over dat voor dat hele instructiegedoe over de manuals, dat er best veel internationale concurrentie is op dit gebied. Ik ken ook nog bedrijven die met dit soort frameworks bezig zijn, helemaal voor geanimeerde gebruiksaanwijzingen en dat soort dingen. Hè. Er is van alles en nog wat gebeurd daar. Jullie schuiven nu naar die instructietooling, zeg maar, mm-hmm. voor de industrie en dat soort zaken. Ja. Wat heb je daar voor concurrentie? En is dat internationaal schaalbaar, denk je? Onze software draait op 220 fysieke locaties in de wereld. Dus onze software zelf is daar schaalbaar voor. We denken wel dat je zwaardere concurrentie krijgt. We weten de Parsables, de Dozuki's. We kennen een beetje de voor- en nadelen van ze. Dus je krijgt wel een stevige concurrentie. Er wordt ook hogere eisen gesteld aan wat we kunnen qua integraties met andere oplossingen die in de industrie belangrijk zijn. Zoals we er nu voor staan, zien we dat niet als onoverkombare uitdagingen. En wat zijn daar dan de onderscheidende factoren? Waarin zijn jullie heel goed? Nou, de manier waarop wij bewezen instructieprincipes vertalen naar onze software. Dus inderdaad, het gemak van wat ons ultieme doel is, die zelflerende software die jou aan de hand neemt. Door de manier waarop we het ontworpen hebben. Je continu die data teruggeven over het gebruik en de effectiviteit van die instructie. Waarmee je het kan verbeteren. Waarbij je het continu iets in handen hebt. Waarmee je kan zeggen, ik heb veel vragen over dit onderwerp. Nou, dat pas ik aan, dat ga ik verbeteren. Waardoor het bijdraagt aan de
de productie. Ja. Dat zien we niemand doen. Iedereen richt zich op ofwel de stap naar mobiel, ofwel de stap naar visueel, ofwel de stap naar diagnostische data. Dus dat predictive maintenance is in de industrie heel groot. Veel meer in een totaaloplossing proberen te vinden. Wij willen gewoon in dat stuk instructie heel goed zijn. Ja. En daar zit ons onderscheidende kracht, denk ik ook. Dat veronderstelt ook enorm veel data verzamelen vanuit je eigen applicaties. Ja. Hoe lang mensen stilstaan bij foto's, bij filmpjes. En dat doen we inderdaad, ja. Gaan ze nog een keer kijken, alarmbellen af. Hey, ja, en waar zitten de afwijkingen en waar zitten de patronen die iets voorspellen over hoe goed een instructie is? Dat is eigenlijk waar een deel van ons development team mee bezig is, in samenwerking met een partij uit Amerika die daar in die data-analyse specialiseert. En dat is, daar zit ons onderscheidende vermogen in. Ja. Mijn laatste vraag. Je noemde Universiteit Twente. Ja. Wat is de invloed van hun? Waar zitten zij erin? Hoe bedoel je? Nou, welke rol spelen zij? Welke rol spelen zij erin? Sorry, ik hoorde het heel eventjes niet. Wat ik zei, mijn compagnon Daan komt vanuit de Universiteit van Twente. Daar zit de vakgroep Educational Science and Technology aan Hans van der Meij. En we hebben hem gevraagd om ons te adviseren, over onze schouders mee te kijken. En afgelopen jaar hebben wij eigenlijk de hele vakgroep daar onze software gegeven en gezegd, nou, wat doet het? Wat kun je er wel mee? Wat kun je er niet mee? Wat vinden jullie ervan? En zo hebben we een dame uit, volgens mij Shanghai, die afgestudeerd is op, kunnen dit soort instructies ook in landen van toepassing zijn waar je de andere kant op schrijft? Ja. Wat is en hoe doe je dat dan? Zijn er culturele verschillen in het gebruik van instructies? Dus dat is eigenlijk de rol van de samenwerking. Wij vinden het fijn als onze aannames en onze ontwikkelingen ook door hun getoetst en gevalideerd worden. En gechallenged worden. Ja. En vooral ook voor ons om in zeg maar, projecten die we samen met klanten oppakken, samen met studenten, die nieuwe inzichten te vertalen. Ja. Waar zijn jullie over een jaar? Waar staan we over een jaar? Nodig we je weer uit, dus dan draaien we dat even terug. Waar staan we over een jaar? Ik hoop dat we dan, eigenlijk met een nog een iets groter development team en hier eigenlijk trots de, zeg maar, die resultaten van de eerste, van onze eerste, die verbetertips kunnen laten zien. Maar ik hoop dat we daar staan. Ik hoop dat we. Ja, dat is niet alleen mijn droom, dat is als je bij ons, wie je dan bij ons ook wakker maakt. Kijk, dan ben je echt bezig met iets wat moeilijk is, makkelijk maken om te doen. Ja. Dat is uiteindelijk waar het over gaat. Als je dat kan doen, dan is het potentieel ook in allerlei aanpalende marktsegmenten natuurlijk waanzinnig. Weet je? Is leuk om te doen, we zijn met z'n 24 nu. Ja. Heb je, hoeveel meer mensen heb je daarvoor nodig? Of heb je gewoon een andere focus nodig? Nee, ik denk dat we met hetzelfde team, natuurlijk wil je er meer developers bij hebben. Maar wij zijn nogal kieskeurig, laat ik het daarop houden. Ja. Je moet wel zeg maar, de juiste karakter en ogen hebben, denk ik, om bij ons in het team te passen. Mm-hmm. Dus ik denk, ik denk dat we daar met een man of 30 moeten kunnen staan. En ik hoop dat we dan met trots kunnen vertellen hoeveel klanten een betere productieproces hebben door onder andere het gebruik van onze software. Ja, dus, mooi. Ja. Dan zou ik zeggen, 5 miljoen omzet, maar dat zegt niet zoveel. Nee. Waanzinnig groei. Nou, genoten. Genoteerd. Over een jaar zit ik hier weer. We blijven in de gaten houden. Ja. Leuk. Dankjewel. Heel erg bedankt en veel succes. Jullie bedankt voor het kijken. We danken Jetstream uit Groningen voor de livestream. PQR voor de hosting van de website Bier & Co. voor de biertjes en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond al een jaartje of 8 steken. Volgende week zijn we er weer. Kijk je niet live, kijk dan on demand en dan kun je al die uitzendingen terugzien. Ja. Dankjewel. Okay, ik hoop dat het antwoord gaf op de vraag. Ja, mooi hoor. Leuk. Ja. En hoe